Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van november laten zien. De maand is weer voorbij, ik heb het mandje erbij gepakt en ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht dat er meer in zat, maar het valt nog wel mee. Maar goed, ik ga je in ieder geval laten zien welke producten ik fijn vond van de maand november. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met een aantal producten uit de trendeditie Emily in Paris. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want ik heb hier een uitgebreide video van opgenomen. Mocht je die video gemist hebben en alsnog willen bekijken, hij staat gelinkt in de beschrijving. Ik heb hier allereerst de False Lashes Mascara, Extreme Girl en Volume, of Extreme Volume en Girl moet ik eigenlijk zeggen. Ja, het is gewoon een mascara met de naam 01 Get It Girl. En het is gewoon eigenlijk de standaard mascara die Essence heel lang in het assortiment heeft gehad. Maar die ze heel vaak terugbrengen in het in trend edities. Hij heeft een gebogen borsteltje waarmee je eigenlijk heel prima je wimpers kunt raken. Hij belooft eigenlijk een soort nepwimper effect te geven. Dat gevoel kreeg ik er niet bij. Maar ik vond wel echt dat de mascara er heel mooi uitzag op mijn wimpers. Heel mooi zwart, mijn wimpers werden goed gesepareerd en ik zag ook echt wel verschil bij het wel of niet dragen van de mascara. Dus voor mij was die echt wel geslaagd en leuk, die verpakking natuurlijk met die Eiffeltoren erop. Dan heb ik de Creamy Eyeliner, die kwam dan in een doosje, ook heel leuk met die Eiffeltoren erop en het is zo'n 2-in-1 product. Deze heeft de naam 01 hashtag. Dit je zee aan morgen gekregen. En het is dus zo'n eyeliner met zo'n 2-in-1 functie. Hier heb je het kwastje. Nou, dat kwastje dat vond ik niet werken, want het kwastje dat past dus niet. Want als je de onderkant open draait, komt de eyeliner. Maar dit past hier dus niet in. Het past gewoon net niet. Dus het kwastje heb ik niet gebruikt, maar de eyeliner vond ik wel heel fijn. Ik zal hem even swatchen. Ik heb gewoon even een eigen kwastje gepakt. En dan zie je eigenlijk meteen dat hij best wel intens zwart wordt op het kwastje. En kijk, dan is dit het creamy effect wat je dan krijgt. Dus ja, het werkt wel, maar je moet een eigen kwastje pakken. Ik vond het resultaat er eigenlijk wel heel leuk uitzien uiteindelijk. Ja, je kunt er best wel leuk mee werken. Er zit alleen niet heel veel in voor mijn gevoel. Maar verder is het wel een heel erg leuke eyeliner om, ja, om mee te werken. Dus die vond ik ook wel fijn. Ik haal het eventjes gauw weg. Het is een beetje troep. Dan heb ik ook uit die collectie de lipolie. Deze zou een plumping effect geven. Deze heeft de naam... 01 hashtag pardon not pardon. En ik vond het vooral heel fijn vanwege de verzorging. Ik merkte niks van de plumping effect. Dat zag ik gewoon niet terug. Maar ik vond wel dat hij... Ja, je ruikt wel zeg maar menthol. Maar je ziet het niet terug. Dit is even de swatch. Ik heb hem gewoon lekker 's nachts gebruikt. En toen merkte ik gewoon dat mijn lippen heel goed verzorgd werden. En dat vond ik zelf gewoon heel erg prettig. Maar niet echt per definitie voor... ja, dat die echt een plumping effect gaf. Dat zag ik niet terug. Ook heel fijn vond ik de matte lipstick. Die er ook super leuk uitziet. Deze heeft een 01 Merci Cherie gekregen. Hele mooie roze kleur. Het is een matte lipstick. Ik dacht in eerste instantie dat ik hem meer rood vond. Maar uiteindelijk voelt hij echt wel roze aan. Zal ik ook even swatchen. Die ziet er dan zo uit. Bleef lekker op zijn plek zitten. Zag er gewoon heel leuk uit. Dus die vond ik ook echt top. Ik haal intussen weer even de swatchje weg. Want anders dan heb ik straks geen ruimte meer over voor de andere producten. Het pronkstuk uit de collectie vond ik zelf. Het ook schaduwpaletten. Met de naam 01 hashtag Meet Me at the Eiffel Tower. En dat was gewoon heel tof. Omdat daar dus inderdaad ook echt een Eiffeltorentje uitkwam. 9 kleurtjes die hoog gepigmenteerd beloofden zijn. Ik zal er nog even een paar oppakken voor de swatch. Maar ik vond het echt een ja, heel leuk palet.
Hier heb je nog even een paar kleuren, zodat je kunt zien wat hij doet. Die collectie ligt nog steeds wel in de winkel, maar voor deze collectie gelden op is op. Dus hij is heel snel uitverkocht, maar online is hij ook nog te koop. Mocht je daar nog geïnteresseerd in zijn. Ook nog uit de Emily in Paris collectie heb ik de Baked Blush Lighter. Deze heeft de naam 01 hashtag Secret Possibility gekregen. En dit is dus eigenlijk een product wat je zowel als blush als als highlighter kunt gebruiken. Je ziet dat hij mooi baked is door de ronde afloop, zeg maar. Dus dat is heel erg mooi. Ik zal hem even swatchen. En dan ziet hij er zo uit. Oh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem als highlighter mooier dan als blush. Want daar vind ik hem net iets te heftig voor, omdat hij dus ook een beetje glimt. Dus daar vind ik hem wel heel mooi voor. Maar als blush zou ik hem niet zo snel gebruiken, omdat hij dus te glimmend is. Maar als highlighter vind ik hem eigenlijk wel heel mooi. Het is wel een highlighter met een beetje een warme ondertoon. Dus dat moet wel je ding zijn, maar ik werd er wel heel blij van. Dus dat waren die producten. Dan heb ik een correcting face cream van Delia. Deze komt bij de Action vandaan. Dit is een BB cream met SPF 30. Ik heb hem in de kleur light. Je hebt verschillende kleuren, maar ik heb dus de lichte variant. En deze belooft je huid eigenlijk te beschermen tegen UV-stralen. Ook de dekking te geven voor roodheden en imperfecties en ook nog eens te verzorgen. Hij komt in een tubetje. Hij ziet er dan zo uit. En ik moet zeggen, ik was er wel van onder de indruk. Ik heb nou wel heel veel gepakt. Zo. Kijk, ik heb hem even geswatcht en als je hem dan gaat uitsmeren. Hij lijkt nog best wel donker, maar eenmaal op mijn gezicht viel dat best wel mee. Ik zit er wel helemaal onder, merk ik nu. Dat is even een minpuntje. Dus ik ga het heel even weghalen hoor, want het wordt altijd wel een kliedeboel met dit soort video's, maar dat geeft niet. Ik vond hem heel fijn aanvoelen op mijn huid. Ik vond de dekking ook niet verkeerd. En ik vind dit ook gewoon van die heerlijke producten die je dan lekker kunt gebruiken als je bijvoorbeeld, een beetje wat warmer weer is, dan voelt dit gewoon net wat lichter aan op de huid. Dus ik vond hem echt wel heel erg fijn ook deze. Er zit alleen niet zo heel veel in, er zit maar 30 ml in. En het gaat er vrij snel doorheen, omdat je soms net iets meer moet gebruiken. Dus dat is deze, die zou ik ook zeker opnieuw kopen als Action hem nog zou hebben. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Fab Factory, die kwam ook op deze kaart. En dat is inderdaad dit paletje. Ik ben dol op deze paletjes. Ik heb ze al vaker geprobeerd. Ze zijn ook vegan. Hier zitten 9 oogschaduwkleurtjes in. En die ziet er dan zo uit. Oh, daar gaat de applicator. Die krijg je er dus bij. Zo'n dubbelzijdige applicator. Loop ik zelf niet heel erg warm voor. Maar goed. Dit zijn de kleurtjes. Ik vond het zelf wel een heel erg leuk paletje met wat variatie. Je moet ervan houden. Ik hou wel van dit soort kleurtjes. En ik vond het in ieder geval wel echt heel erg leuk. Ik heb hem ook even geswatcht. Dan zie je eigenlijk dat er best wel wat fijne kleuren in zitten. Het was goed te blenden. Het bleef ook eigenlijk best wel goed zitten. En dat vond ik echt wel een pluspunt. Dus ja, dit paletje kan ik ook zeker aanraden. Ik weet alleen niet of ze momenteel nog verkopen. Maar ze krijgen ze heel vaak ook weer terug bij de Action. Dan heb ik van Catrice deze Maxi Stay Gel. En dit is een topcoat. De laatste tijd heb ik juist meer een haat-liefde verhouding met topcoat. Omdat ik juist de glans altijd heel mooi vind. Maar ook merk dat mijn nagels sneller door gaan chippen. Maar deze belooft tot 10 dagen goed te blijven zitten. Nou, ik moet wel zeggen, dat heeft hij niet gered. Ik heb hem er nu momenteel ook op zitten. En dan zie je eigenlijk wel heel erg mooi die glans. Maar deze die blijft wel echt de nagellak veel langer mooi door als andere topcoats die ik heb gehad. Ik zal eventjes ook het kwastje laten zien. Ik ben ook heel blij dat ze voor een zwart kwastje hebben gekozen. Want ik vind soms wel eens kiezen ze voor een wit kwastje. En dat vind ik dan zo onhygiënisch. Want dat gaat die nagellak, dat kwastje wordt dan bijvoorbeeld helemaal de kleur van de nagellak die je draagt. En dat heeft deze niet. Deze die blijft echt wel heel goed zitten. Ik vind de glans dus heel mooi. En ja, je zult echt wel iets chips krijgen. Maar die kun je dan heel makkelijk bijwerken. En niet dat het er compleet helemaal afslijt. Dus ik vind het echt wel een hele mooie en fijne topcoat. Dan heb ik 3 nagellakjes. En dit zijn van Delia.
Nou, dat is eigenlijk hetzelfde merk als de BB cream die ik net liet zien. Ik heb deze bij de Vibra gehaald. Ik heb er eentje gekregen. Dat was deze. Heb ik toen van mijn moeder gekregen. En toen heb ik er zelf nog twee kleurtjes bij gekocht. Er staan helaas geen namen bij. Maar dit is dus deze kleur. Heel leuk kleurtje ook. Ik zal even van deze het kwastje laten zien. Kijk. Een heel basic normaal kwastje. Ik vind het heel erg leuk dat op de doppen, zeg maar, deze blaadjes staan. Dat vind ik zo'n leuk effect hebben. Het zijn de Bio New NML Green Philosophy nagellakjes. Ze zijn ook vegan. Dat is deze kleur. Dan heb ik ook deze oranje kleur. Ook een heel leuk kleurtje. En de paarse. Ik zag bij de paarse wel licht mijn eigen nagel er een beetje doorheen komen. Maar de dekking is eigenlijk best wel goed met meerdere laagjes. Hij bleef ook eigenlijk best wel goed zitten. Ik was er echt verbaasd over. Ik heb voor deze lakjes 1,50 euro betaald. En over het algemeen heb je er dan niet zulke hele hoge verwachtingen van. Maar deze die deden het eigenlijk echt wel heel erg goed. Ze bleven best wel goed op zijn plek zitten. Alleen die roze had wat meer neiging om sneller te chippen. Maar de rest van de kleur, die andere twee kleuren vond ik wel heel goed. Maar ik vond de kleur wel heel mooi. Dus ja, ik vind het gewoon hele leuke kleurtjes. Deze nagellakjes. Dan heb ik van Essence de Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel. Dat is deze in deze roze leuke huls. Het is dus een fixing gel die extreem sterk is. Het is gewoon zo'n fixing gel die je dus aanbrengt. Kijk. Dit is het borsteltje. Het nadeel is wel dat die dus wit is. En dan zie je dus inderdaad dat de kleur van mijn poeder erin gaat zitten. Als je je wenkbrauwen gewoon in model hebt gebracht met je poeder of je andere producten wat je graag gebruikt, breng je deze aan, borstel je het door en dan blijven ze gewoon heel erg lang mooi op zijn plek zitten. Ik vond ook niet dat hij super hard werd, wat soms het geval is. Soms heb ik wel eens van die wenkbrauwgel gehad en die werden dan zo super hard dat je echt van die staalharde wenkbrauwen had. Dat vond ik bij deze niet. Je kunt hem uiteraard ook gebruiken als je gewoon geen product erin gebruikt, maar dat je wel zoiets hebt. Ik vind het fijn als mijn wenkbrauwen op zo'n plek blijven zitten. Ik vond deze in ieder geval wel echt heel erg fijn en goed werken. Dan heb ik van Catrice het Holiday Skin Bronze & Glow Paletten. En dat is deze. Deze heeft een 010 Out of Office gekregen. En ik vind dit zo'n leuk paletje. Ik was in eerste instantie een beetje bang dat de kleur te licht zou zijn voor mij. Het is een vrij lichte bronzer. Wat ik ook heel erg tof vind, is dat je een reliëfje erin hebt zitten. Maar ik dacht dus dat die best wel licht zou zijn. Want ik hou over het algemeen van een iets donkerdere bronzer. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Ik heb ze hier even naast elkaar geswatcht, de bronzer en de highlighter. En ik vond eigenlijk dat het er best wel heel erg goed uitzag. Op mijn gezicht zag het er ook gewoon heel erg mooi uit. Ik was eigenlijk heel enthousiast. Dat je dan eigenlijk denkt van tevoren, het zou te licht kunnen zijn, maar dat het eigenlijk heel goed uitpakt. Ze hadden hem ook maar in één kleurtje, maar ik vind het echt een heel geslaagd paletje deze. Dus ik ben daar heel enthousiast over. Ik merk wel dat ik nog heel veel essence heb erin zitten. Maar ja, goed, daar doen we niet zo heel veel aan. Dan heb ik drie eyeliners van Essence. En dat zijn de Lash Princess eyeliners. Misschien ken je die mascara's wel, maar ze hebben daar dus ook eyeliners van. En dat zijn deze drie. Wat ik heel erg tof vind, is dat je dus hetzelfde reliëfje van de mascara ook terug ziet, zeg maar, op deze huls. Want die mascara's hebben dat ook. Van deze is een mascara ook echt. En van die blauwe ook, behalve van de bruine niet. Dus hier twee heb je ook volgens mij echt mascara's bij. Nou, ik heb hier allereerst de gewone zwarte variant. Gewoon een eyeliner met een, kijk, een heel basic puntje. Je kunt er heel erg fijn mee werken. Ik zal hem even swatchen. Laat ik zo meteen even de swatch zien als ze allemaal naast elkaar staan. Dus dat is die. Dan hebben we dus een waterproof variant. Dat is deze. En ik moet zeggen, het werkt wel, het waterproof. Maar ik merkte ook wel dat hij een licht uitloopje heeft. Dus het is niet compleet waterproof. Maar ja, je zult wel iets uitlopen. En dan hebben we dus gewoon de brown. En dat is deze. Maar daar hebben ze dus geen mascara van. En
ik heb ze dus even naast elkaar geswatcht. En dan zie je eigenlijk, mooi intens zwart. Dit is dan die waterproef en dit is de bruine. Ik werd er heel erg blij van. Ik vond het resultaat er heel mooi uitzien. Het werkt dus ook echt super fijn. Je kunt er echt heel erg fijn mee aan de gang gaan. Je kunt er strakke lijnen mee zetten. Dus ik vind het echt top eyeliners. Ik probeer ze nou ook echt letterlijk van mijn hand af te vegen. En het kost me gewoon moeite. Het zijn echt hele fijne eyeliners. En ook heel erg leuk om in combinatie te gebruiken met de... met de mascara's. Alleen jammer dat ze dus van die bruine geen mascara hebben. Het zou leuk zijn als ze die nog een keer uit zouden brengen. Dan heb ik nog twee producten uit de Pink is the New Black collectie van Essence. Hier heb ik ook een video over gemaakt. Ook deze zal ik nog even in de beschrijving zetten. Ik heb hier allereerst de cheek en lipballen. Die komt in een hele leuke diamant. En het zijn dus producten die zijn zwart, maar die kleuren dus naar... roze toe. Je ziet ook dat deze zwart is. Maar je kunt deze dus voor je lippen en voor je wangen gebruiken. Dit is dan hoe de kleur eruit ziet. En ik vond het er eigenlijk wel heel leuk uitzien. Op de lippen gaf hij al wel een mooi kleurtje. En op de wangen eigenlijk ook vond ik hem heel erg mooi kleuren. Dan zag je de kleur echt mooi tot z'n recht komen. Dus dat vond ik echt super fijn. En ik vind de huls ook gewoon heel erg leuk eruit zien. En ook nog uit die collectie heb ik de Color Changing Lip Tint. Met de naam 01 Pink Up. Oh, Pink Lips Loading. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dit is eigenlijk gewoon een lip tint. Maar die bleef echt zo goed zitten. Want hij lijkt eigenlijk een beetje bruin. Als je hem zo ziet. Ja, het is natuurlijk zwart. Zo ziet het eruit. Kijk, en nu lijkt hij best wel donker, maar op mijn lippen werd hij echt zo mooi roze. Ik was echt helemaal onder de indruk. Ik vond dit echt een heel erg fijn product. De rest van de collectie vond ik een beetje tegenvallen, maar deze twee producten die sprongen er voor mij wel echt heel erg uit. Dus deze vond ik echt heel erg leuk. Dan heb ik twee lipglossjes uit de Fortnite collectie. Ik heb hier ook een uitgebreide video over opgenomen. Ik heb hier het Curl Team Leader lipglossje. Dat is de roze variant, super leuk. En ik heb ook die van de Lama. En die is paars, maar die heeft een soort van swirl effect. Het enige waar ik een beetje aan wennen moest, dat zijn de grote applicatoren. Want dat vind ik best wel een nieuw iets. Dat zie je niet zo heel vaak. Maar uiteindelijk werkte het wel. En die roze ruikt zo gigantisch lekker. Ik kan eigenlijk niet zo goed omschrijven waar die naar ruikt, maar hij doet me denken aan een bepaald ijsje die zo rook. Beetje bubblegumachtig, maar dan is deze net iets sterker. Ik vind het omschrijven lastig, maar ik vond het zo'n leuk kleurtje en hij voelt zo fijn aan. Nou, die paarsje heeft dan net zo'n applicator, ook zo groot. En... ik moet wel zeggen, van het swirl effect zie je niet zo heel erg veel. Maar de kleuren zijn wel heel mooi, paars en roze. Ik vond het er echt wel heel erg mooi uitzien. Dus ik was er heel erg enthousiast over. Ik heb lipgloss de laatste tijd ook weer meer weten te waarderen. Dus ik vond het echt twee hele fijne lipglossjes die ik met heel veel plezier ga gebruiken. En het laatste product wat ik dan heb, dat is nog een oogschaduwpaletje van Essence. En dit is het Don't Stop Believing In mini oogschaduwpaletje. Het zijn van die kleine schattige oogschaduwpaletjes die je heel makkelijk ook mee kunt nemen. En aan de binnenkant hebben ze dan van die leuke teksten staan, wat ik echt super gezellig vind. En op de achterkant zie je ook gelijk al welke kleuren erin zitten. En dat is wel heel erg handig. Er zitten... eigenlijk een soort van zes kleurtjes in. Als je deze door de helft doet, heb je zes kleurtjes. Dat ziet er wel echt super leuk uit. Dus ik ga ze eventjes een paar opnemen voor de swatch. Het is een paletje waar je niet heel veel looks mee kunt maken. Maar gewoon, dit is pigmentatie. Als je hem mee zou nemen onderweg, kun je er echt wel... bijvoorbeeld, als je gaat logeren of misschien een weekend weg of zo, dat je denkt, ik wil niet zoveel make-up meenemen, zijn dit gewoon hele handige paletjes, omdat je gewoon... ja, ze nemen niet veel ruimte in beslag en je kunt er best wel het een en ander mee doen. Ik vind het wel een heel erg leuk paletje. Misschien zijn het niet de origineelste kleuren, maar ik vond de ooglook die ik ermee heb kunnen maken wel heel leuk. Ik vind het gewoon een heel leuk en schattig paletje. Nou, mijn mandje is inmiddels weer leeg. Ik ben in ieder geval blij met de producten. Ik ga ze lekker in mijn stash
zetten. En nu kan ik ze weer lekker vaker gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of er een product bij zat die jij al eens hebt geprobeerd. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video zou willen uitproberen. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!